In Ede willen we onze inwoners de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben. Maar dat moet in de toekomst wel slimmer en goedkoper, want Ede kampt net als andere gemeenten met flinke tekorten in het sociaal domein. Dat kunnen we niet alleen oplossen, dat doen we samen met onze partners. Op 27 november zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Bij binnenkomst werd een aantal meedenkers gevraagd wat zij van de avond verwachten. Wat ik verwacht van deze avond eigenlijk heel veel inspiratie op te doen over hoe we in Ede vooral met elkaar kunnen werken aan het versterken en verbeteren van het sociale domein. We willen nieuwe dingen, maar het moet ook met minder geld eigenlijk. Klopt, maar dat hoeft niet altijd een belemmering te vormen. Ik vind het altijd ook een uitdaging om met elkaar te gaan kijken van welke mogelijkheden er zijn er nog altijd. Dat je niet zegt van minder geld, dus er is helemaal niks mogelijk. Daar geloof ik niet in. En gelukkig dachten meer mensen er tijdens deze avond zo over. Eerst werden de deelnemers welkom geheten. Welkom op deze avond die dus gaat over de transitie in het sociaal domein. Ik kan me echt voorstellen dat u vanuit de praktijk, want dat hebben we nodig, uw praktijkervaring, dat u ziet, dat u dingen ziet waarvan u echt denkt, als we dat nou eens anders zouden doen, een korte route daarheen, sneller met iemand schakelen daar, of ik moet het misschien niet doen, maar een ander, dat je dan beweging kunt gaan krijgen en het anders kunt gaan doen. Tijd om te doen waar iedereen voor gekomen was, met elkaar nadenken, praten en discussiëren over de mogelijkheden om in de toekomst tegen minder kosten de benodigde zorg te bieden. Daarbij werd iedereen vooral gemotiveerd om out of the box en dus buiten de traditionele kaders en beleidsvelden te denken. Halverwege de avond was er een korte pauze en werd er van tafels gewisseld. Toen spraken we ook met wethouder Veldman om van haar te horen of ze al goede ideeën had gehoord tijdens de eerste ronde. Volgens mij bruist het hier van de goede ideeën, dus daar ben ik heel erg blij mee. Want we hebben iedereen hard nodig en ik zat daarnet aan een tafel van mensen die echt gewoon los van de gebaande paden konden denken. Echt out of the box denken. Wat als we het nou helemaal anders zouden mogen doen? En dan begint het ook heel erg bij een aantal uitgangspunten. Dus daar werd ook aan tafel gezegd, we moeten af van het idee dat er altijd maar voor iedereen op ieder moment zorg is. Je moet ook heel erg bij jezelf en je eigen omgeving proberen naar oplossingen te zoeken. En eigenlijk gebeurt het veel te snel dat mensen al heel erg in de zorg gestopt worden, zou je kunnen zeggen. En het is vreselijk jammer als de oplossing vaak ook heel dichtbij te vinden is. Na afloop vond nog een korte plenaire ronde plaats en werd uitgelegd dat alle ideeën van de avond worden meegenomen om te kijken of ze kunnen worden uitgewerkt. In het voorjaar van 2019 kunnen deelnemers die dat willen meedenken over de verdere uitwerking van een aantal ideeën. Ja, ik had de neiging om met een aantal partijen gewoon eens aan de tafel te gaan zitten. En ik ben een zorgaanbieder en dat ik dan veel meer met die informele netwerken ga werken. En dat je dan kijkt van als we nou eens de buurt en de wijk voorop stellen. Wie wonen daar dan? Wat doe jij daar dan al? En wat zouden we dan nog anders of meer kunnen doen? Dus veel overstijgender denken. Ik vond het heel leuk om in ieder geval vanavond te zien hoeveel mensen er toch gekomen zijn met allerlei invalshoeken. Hoe we geprobeerd hebben met een aantal thema's toch de discussie wat meer richting te geven. En dat het echt weer alle kanten uitging. Dus dan denk ik, ja, er is ruimte voor nieuwe dingen. Ja, het is altijd leuk om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, denk ik. Ik kijk ook altijd zelf van wat ik doe, is dat wel handig. De manier waarop we nu zorg organiseren. En is het altijd goed om daar met beleidsmensen, maar ook met collega zorgverleners over te praten. Ik neem weer echt ontzettend veel ideeën mee. Een aanscherping van heel veel plannen die we al hadden. Maar ook heel veel hele concrete dingen die we eigenlijk morgen al wel kunnen gaan doen. Ik denk bijvoorbeeld aan meer ouderparticipatie bij jongeren op het mbo of binnen het VO. Dat is denk ik wel iets waar we heel concreet mee aan de slag zouden kunnen. En dat helpt, want dan zijn we eerder bij gezinnen en kunnen we dus sneller de hulp inzetten die nodig is. Als dat dan nog nodig is.